Bonjour et merci beaucoup pour regarder mon videoblog. Aujourd'hui, je suis dans Bruxelles en vandaag wil ik met jullie gaan hebben over waarom je hobby's op een wat lager niveau moet zetten. Ik merk heel erg om me heen dat het hebben van een hobby heel erg wordt gewaardeerd en als mensen ook als dusdanig belangrijk wordt gezien. Wat natuurlijk ook prima is, ik heb zelf als hobby muziek, daar heb ik ook bewust voor gekozen om dat als hobby te houden, om daar niet iets professioneel mee te willen doen. Maar ik heb gezien dat in de afgelopen 20 jaar dat ik daarmee bezig ben geweest, dat ik daar eigenlijk onevenredig veel tijd aan heb besteed. Tijd die ik eigenlijk beter had kunnen steken in bijvoorbeeld een eigen bedrijf opzetten of bijvoorbeeld om meer te studeren of bijvoorbeeld om talen te leren. Dingen waar je wat meer aan hebt. Ik hou wel redelijk van de denkrichting utilisme. Daarin wordt dus gezegd dat alles wat je doet eigenlijk een doel moet hebben. Dus dat je niet dingen moet doen die eigenlijk een beetje doelloos zijn. En de vraag is natuurlijk, hoe zinvol zijn hobby's? Ik vind dat ouders best wel te veel de nadruk leggen op de hobbykant van hun kinderen. Het is natuurlijk leuk om hobby's te hebben, zo goed. Hè? Het is sport, het is fijn om... Ik kwam hier namelijk op omdat ik een voetbalteam zag hier in... Toen ik gisteren was in Leuven en dan denk ik van ja, ze zijn helemaal uit Nederland gereisd naar Leuven voor een wedstrijd. Kost allemaal heel veel geld. En natuurlijk is dat leuk en ik ben ontzettend voor sport en voor vermaak. Maar ik vind dat heel veel hobby's uitgroeien naar te grote proporties. Bijvoorbeeld ook als ik kijk naar mijn eigen muziek hobby, hoeveel geld en tijd ik daar heb ingestoken, vind ik eigenlijk onevenredig aan wat ik daar aan opbrengsten, dus het plezier van heb gehaald. En ja, daarom heb ik ook besloten een aantal jaar geleden om gewoon niets meer aan te schaffen. Ik had de gitaar die ik wilde en ik heb besloten om niet nog meer geld daarin te steken. Omdat ik dus van mening ben dat je veel beter je geld voor je kan laten werken dan alleen maar investeren in een hobby. En soms komen er mensen thuis en die hebben enorme kasten met cd's of met boeken of met andere hobbyachtige dingen. Een hele knutselkamer vol en dan denk ik, al dat geld dat je daaraan hebt besteed, kijk hoe je dat anders had kunnen besteden. En bijvoorbeeld voor financiële vrijheid of voor je kinderen een financieel zekerdere toekomst te geven. Maar nee, het hebben van een hobby wordt overdadig gewaardeerd, vind ik. En dat werd mij heel goed duidelijk toen ik dat voetbalteam zag. Zoals ik al zei, die kwamen uit Twente en ze waren hier. Ja, het heeft een hotelnacht, hebben een busreis, dan moeten ze weer iets, een wedstrijd doen. Dat kost ook weer allemaal tijd en geld. En waarom kun je niet gewoon voetbal houden op lokaal niveau? Je speelt met elkaar het spel. En waarom moet altijd het competitieelement erin? Wat dus heel veel overdadig veel tijd kost en ook heel veel energie kost. Zoals gezegd, ik vind dus dat je dat veel beter kunt gebruiken, die energie en die tijd. Zoals ik al zei, mijn muziek, hobby, achteraf bekeken, ja, wat heb ik haar aan overgehouden? Ik heb nooit een bepaalde carrière of status gewild. Ik wilde altijd muziek maken wat ik leuk vond en om daar zelf naar te luisteren. En als er nog mensen waren die dat ook leuk vonden te luisteren, is dat alleen maar mooi. Maar ik heb er nooit echt een doel mee gehad om wat mee te verdienen. En ik merk nu wel, en dat wil ik ook als boodschap geven, is dat focus veel minder op die hobbykant van je leven. Hou het als een leuk deel waar je af en toe plezier aan inhaalt. Maar ga dat niet als een soort levensdoel zien. Ik zie te vaak mensen die denken dat ze met popmuziek of sport, dat daar per definitie een carrière uit moet komen. Dan gaan ze weer naar de dansacademie of dan gaan ze naar een of andere muziekschool. Of dan gaan ze met een band toeren, wat helemaal praktisch niks oplevert, wat alleen maar geld kost. En ja, dat is zonde. Want zoals ik zeg, je moet, vind ik, veel meer kijken naar wat voor zin heeft iets wat je doet. Is het utiel? Ik vind dat heel veel dingen, dat heel veel mensen hun hobby's overdadig waarderen. En het geld dat ze daarmee hebben, dat ze hebben ingestopt. Want dat is niet investeren. In een hobby kun je niet investeren, want daar komt er bijna nooit geld uit. Ik vind dat ze dat geld veel beter hadden kunnen beleggen. Of veel beter, zoals ik, waar ik mee bezig ben, dividend investeren. En dat geld laten werken, zodat hun kinderen bijvoorbeeld weer een wat betere toekomst hebben. Het weer wat ruimer hebben. Hoe mooi is het als je je kinderen een portfolio kunt bieden van dividend en waarmee zij dus hun maandelijkse lasten kunnen betalen. Moet je voorstellen hoe vrij iemand dan is. Stel je voor dat jij je in ieder geval niet meer hoeft zorgen te maken om je zorgkosten, om je gas, water, licht, om misschien je verzekering. Als dat deel van die kosten uit je dividend betaald kan worden,
En nog mooier, als zelfs je huur betaald kan worden uit dat dividendportfolio, ja, dan geef je kinderen een betere toekomst en een makkelijkere toekomst. En als je ze ook goed instrueert dat ze hun tijd goed moeten besteden, dat ze niet met zinloze mensen moeten omgaan, dat ze niet hun tijd in zinloze hobby's moeten stoppen. En we zeggen, hobby's zijn niet per definitie zinloos, maar als je het zo groot uitvergroot, dan worden ze zinloos. Want dan gaat het voetbal spelen, het squashen, het muziek maken, noem het allemaal maar op. En gamen ook zoiets. Mensen die als hun hobby hebben gamen, wat bijna gewoon een dagtaak is. Ja, ik vind dat te ver gaan. Ik vind dat je daarmee in een soort hedonistische levensstijl terecht bent gekomen van genot en alleen maar genot najagen. En niet meer denken over, ja, wat is eigenlijk de zin van dit leven? Wat heeft mijn leven zin? Moet ik daar zin aan geven? Heeft het een doel? En dat heeft het zeker. Heel erg zeer zeker. Dividend investeerders blog is daar niet voor bedoeld. Dat is meer voor mijn gewone blog bedoeld. Maar het dividend investeren komt bij mij wel uit een bepaalde filosofie. En dat vind ik heel belangrijk om dat ook mee te geven. Dus vandaag een iets wat filosofischere blog misschien. Maar het is een heel belangrijk onderdeel ook van het dividend investeren. Zodat je eigenlijk, hè, want ik ook wil meegeven, mijn doel van dividend investeren is niet om heel veel geld te verdienen of om auto's te kopen of weer zinloze consumpties te doen. Nee, mijn idee is dat ik met dividend investeren mijn nageslacht een veel betere toekomst kan bieden. En een stresslozere toekomst, waardoor zij weer betere keuzes kunnen maken. Waardoor zij niet gedreven worden door snel geld of door armoede. En daardoor met misschien mensen aangekomen die eigenlijk niet zo bij hen passen. Dus daarom vind ik het heel belangrijk. Ik ben niet tegen hobby's aan zich, zoals ik al zei. Ik heb zelf ook een hobby en dat is muziek. Maar ik heb in de afgelopen 2-3 jaar wel gemerkt dat zoveel tijd dat ik in muziek heb gestoken, had ik eigenlijk veel beter kunnen steken in bijvoorbeeld een taal leren. Of in bijvoorbeeld het dividend investeren. Allemaal dingen die ik eigenlijk een beetje misschien heb uitgesteld omdat ik bezig was met muziek. In tussentijd heb ik ook in die 2-3 jaar ben ik weer begonnen met talen leren. Heb ik dat gemerkt ook. En heb ik gemerkt dat je met die talen bijvoorbeeld leren, dat je daar veel meer, je wereld wordt breder. En je kunt makkelijk contact maken met mensen. Wat weer waardevol is voor als je bijvoorbeeld een bedrijf wil beginnen. Of als je überhaupt iets wil bereiken in de wereld, is het belangrijk dat je verschillende talen leert spreken. En zoals ik zeg, hobby's zijn echt heel individueel. Is alleen leuk voor jou. Heeft ook verder niemand wat aan. Niemand vindt het verder interessant als jij een wedstrijd wint of als je een muziek uitbrengt. Er zijn een aantal mensen die het misschien leuk vinden. Maar de rest van de wereld die ligt er echt niet van wakker. Die zijn niet zo mee bezig. Die hebben weer hun eigen hobby's en dingen om mee bezig te zijn. Dus ja, er wordt heel veel waarde gehecht aan die hobby's. En zoals ik zeg, als ik het om me heen zie, hoeveel mensen eraan besteden. Schepen, bootjes, die ze als hobby hebben. En dan is het ook niet dat ze zeilen leuk vinden. Dat ze dan denken, nou, ik huur een keer een boot. Nee, dan moet er ook weer zelf een boot gekocht worden. En denk aan alle kosten die dat met zich meebrengt. Het stallen van die boot in de winter. Het onderhoud. Noem het maar op. Het zijn allemaal een heleboel heel erg dure dingen die de meeste mensen zich ook helemaal niet kunnen veroorloven. Omdat ze niet een passief inkomen hebben. Omdat ze niet voldoende kapitaal hebben om hun kosten mee te dekken. En ja, daarom zeg ik van ga overwegen. Kijk naar je eigen hobby's. Kijk naar je eigen tijd die erin steekt. En kijk hoeveel geld je erin steekt. En hoeveel geld kun je daarvan eigenlijk niet beter in dividend investeren? Want dat is eigenlijk jezelf nu investeren en de beloning later ontvangen. Je bent jezelf later dankbaar voor de daden die je in het verleden of nu hebt gedaan. Dat was het voor vandaag. Vanuit Brussel zeg ik bedankt voor het kijken. En ben je nou geïnteresseerd in dividend investeren? Dan kun je ons volgen op Facebook. Onze groep heet Dividend Investeerders en daar wij elke dag posten wij daar berichten over dividend investeren. En daar delen we ook bijvoorbeeld ons portfolio en wat we doen met ons portfolio. Dus heb je daar interesse in, voel je vrij om je aan te melden. En nogmaals bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.